Wij bevorderen de gezondheid vanaf het allereerste levensjaar van kinderen. Bij de gezonde school is dat pas vanaf de leeftijd van 4 jaar. De pilot gezonde kinderopvang hebben we die eerste 4 belangrijke jaren centraal gesteld. Want jong geleerd is oud gedaan. We werken regionaal samen met de gemeente, de GGD, Hart voor Brabant en andere organisaties. In het kader van JOG. JOG staat voor jongeren op gezond gewicht. Binnen dit samenwerkingsverband was de onderzoeker, die ook bij de academische werkplaats daaraan verbonden is, in de gelegenheid om ons te ondersteunen met wetenschappelijk onderzoek. De start van het onderzoek was met nadenken over wat we onder gezonde kinderopvang verstaan. Aan welke thema's denken we dan? Vervolgens heeft de onderzoeker digitale vragenlijsten gemaakt voor ouders en voor medewerkers. Uit die resultaten is een profiel naar voren gekomen met dingen die heel goed gaan, maar ook met zaken die we kunnen verbeteren. Het heeft de 3 pilotlocaties inzicht gegeven in welke gezondheidsthema's ze willen bevorderen. Met een ruime 8 bevestigde het onderzoek dat Kindercentrum Het Groene Huis een voorloper is als het gaat om gezonde kinderopvang. Ons gezonde binnenmilieu werd enorm gewaardeerd en een verbeterpunt wat uit het onderzoek naar voren kwam was de mondgezondheid van kinderen. Het onderzoek draagt bij aan gezond beleid, maar ook aan een gezonde praktijk in ons kindercentrum. Het onderzoek beveel ik dan ook van harte aan. Ik hoop en ik verwacht dat het onderzoek gaat bijdragen aan het ontwikkelen van het vignet Gezonde Kinderopvang.